Hallo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nog niet van in. Als je zo verliefd bent op latere leeftijd, hoe gaat het dan met seks? Vertelt u maar eens wat er aan de hand is. En wat is hier nou precies aan de hand? Wat is hier aan de hand? Hoe lekker vond je het om te roken? Heerlijk. True love voor wie? Voor de mama. Voor de wijfie. Je wijfie? Ja. Dat dus, klinkt niet heel gezellig. Ik vroeg of het de eerste keer was of je met moslimvrouwen zo aan tafel zit. Al tijdenlang probeer ik door minder te eten en regelmatige beweging mijn ideale gewicht van 68 kilo te bereiken. Want laten we eerlijk zijn, kinderen eten het liefst toch elke dag patat. Toch? Wilt u niet dat je gaat regisseren? Dat ik ga zeggen, ga even dit doen. Helemaal niet, maar je bent allemaal bezig en dan opeens dan begint het. Dat is toch raar? Je kan toch wel zeggen, ik heb nu de camera aangezet. Het in elkaar slaan van die volière, hoe ging dat? Nou, dat hebben we straks. Dat heb je al een keer opgenomen, want dat hebben we straks ook al verteld. Ja, maar ik wil het soms wel eens twee keer weten. Nee, daar begint het niet wel. Ja. Ga maar een stapje naar rechts. Nog iets verder. Nog iets verder, ja, zo. Nog iets verder. Ik ben boos op al die graaiers en grijpers die zich in alle sectoren van onze samenleving genesteld hebben. Ilpendam, het Noord-Hollandse dorpje waar ik woon en werk, heeft een al vele jaren durend probleem. Het is natuurlijk net zoals met Ajax, met Johan Cruijff, dat komt nooit meer terug. Nou, dat is met die taxiwereld een beetje hetzelfde. En ik had dus een jaar of 30 geen seks gehad, dus voor mij was het ook nieuw. Ja. Oh ja? Dus dan wordt het helemaal een mooie plek. Oh ja? Oh ja? Ja. Oh ja?